Breda Nu. Je weet het meteen. Koningsdag 2017. We brengen een bezoek aan de randgemeente van Breda. Achtereenvolgens Bavel, Teteringen, Prinsenbeek en Ulvenhout. Mooi hoor. We hebben net gezien dat de ballonnen werden opgelaten. Wat is er vanmorgen allemaal aan activiteiten gebeurd? We zijn vanmorgen begonnen met het formele gedeelte. Om 10 uur is de vlag gehesen en de gedecoreerden hebben daar koffie gedronken en een petit fourtje gegeten. Om 11 uur zijn we gestart met de vrijmarkt. Daar komen alle kinderen met alle spulletjes om lekker te verkopen. We hebben een fietstocht gehad, versierde fietsen. En daarna zijn we deze richting uit gegaan voor ballon op te laten. Wat kunnen ze nog meer allemaal doen hier? Het is een soort van workshop idee. Ze kunnen vandaag knutselen, ze kunnen inderdaad met kapla spelen. Ouderwetse spijkerpoepen gaan we doen. Zaklopen kunnen ze. Snoepkettingen maken, ja, noem het maar op, van alles en nog wat. En gewoon lekker een beetje oud-Hollands spelen. En komt helemaal goed. Wat hebben jullie vanmorgen allemaal al georganiseerd? Wij zijn om 9 uur begonnen in de Zilverberg met het gedecoreerde ontbijt. Is het elk jaar hetzelfde van opzet met het water en die kraampjes ernaast en het podium? Want er zijn wel veel vrije mensen, zie ik allemaal. Want ik dacht dat het op de markt zou zijn in Prinsenbeek. Maar dit is wel groter, hier kunnen meer mensen zijn natuurlijk. Is de opzet elk jaar hetzelfde? We proberen de laatste 7, 8 jaar hebben we vanaf de markt, waar we vroeger een hele grote tent hadden staan, waar allerlei artiesten kwamen, zagen we dat het dan aan het teruglopen was. Toen hebben we besloten om naar het park te gaan. We hebben op zich een schitterend park hier in Prinsenbeek, alleen er wordt ons inziens veel te weinig mee gedaan. Dus we hebben daar een vrijmarkt in opgezet. En een soort knusgedeelte waar mensen gezamenlijk wat kunnen drinken en eten eigenlijk. Dus het bevalt prima hier. Om te zien hoe dat de plaatselijke gebeurtenissen bij Breda nu worden weergegeven. We zijn aanbeland in Ulvenhout. Zoals u kunt zien vindt op dit moment een groot Jeu de Boule toernooi plaats. Dit was een verslag van Koningsdag 2017 vanuit de randgemeente van Breda. Tot volgend jaar.